Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe video in de Super Mario 3D World 100% run. Ik ben net stom geweest. Ik had mijn mic uitstaan tijdens het opnemen. Dus je ziet dat ik dit level net al heb gehaald met Toad. Tja, dan moet ik hem nog maar een keer halen. Want ik wil jullie wel laten zien waar alles gewoon zit natuurlijk. Doe in ieder geval even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Hè, want we willen zo snel mogelijk naar die 50.000 abonnees toe. Dat zou super tof zijn als we die binnenkort kunnen halen. Ja, en dan ga ik dit leveltje even voor jullie spelen jongens. Let's go. Je ziet ook links staan dat ik eigenlijk alles al heb gehaald. Doet er niet toe. Ik doe het gewoon nog een keertje. Zwemmen, 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 zwemmen. Het eerste ding, dat zit hierboven. Kijk maar op. Oké, hier zit de eerste ster verstopt. En dan kan je gewoon lekker hier doorheen. Dan kom je bij een heel vet stukje. Ik vind dit echt super cool gemaakt. Al die boten hier op de achtergrond die gezonken zijn. I love it. Dit vind ik echt cool. Sowieso, in deze video kom je echt heel veel leuke stukjes tegen en leuke levels tegen. Oké, we gaan naar beneden toe. En dan pak ik maar even deze bloem. Dat is op zich wel lekker. Nice. En dan gaan we hier naar boven. Hier lijkt een muur te zitten, maar er zit helemaal geen muur. Je kan hier gewoon lekker naar boven springen. En dan pak je dit ding op. En die heb je ook nodig eigenlijk om strakjes verder te komen. Dus deze moet je goed bijhouden. Zorgen dat je die niet kwijtraakt. Dus nu hebben we de eerste ster en de stempel eigenlijk te pakken. En dan hier zie je een muurtje die je kapot kan schieten. Laten we eerst even die grote blobvis kapot maken. Hoppakee. En dan kan je hier een buis in. En dan zie je dat inderdaad daarachter de ster ligt. Maar hier is ook super veel doekoe, dus dat is wel lekker. Doekoe, zegt iemand nog doekoe in deze tijd? Of is dat ook echt 2012 of zo? Sorry jongens. Ik denk dat letterlijk niemand meer doekoe zegt. Misschien zegt jullie moeder nog doekoe. En dat is de enige die nog doekoe zegt. Volgens mij zat het derde dingetje hierboven. Als je al die vissen kapot hebt geschoten, dan kan je hierin. Ja, dan ga je door deze buis. En dan kan je hier dus naar boven. En dan hoppakee. Derde ster ook in de pocket. Yo, Goomba, zit je lekker hier te chillen, jongen? In zijn zwembandje. Lekker, man. Dit is echt zo'n chaos wapen, jongens. Wat is eigenlijk jullie favoriete wapen in de Mario games? Is dat dit? Of is dat misschien Kat Mario? Of is dat toch de klassieke vuurbloem misschien wel? Nou, ik had dus dit level gehaald. En toen had ik nog een level gehaald terwijl mijn microfoon uitstond. RIP microfoon. Dat is namelijk dit level. En dit is echt een superleuk level. Wereld 3.6, de vol gasgalei. We gaan dus vol gas geven. Dit lijkt op Mario Kart van vroeger. Nou ja, niet Mario Kart van vroeger. Maar vroeger had je dus een baan in de allereerste Mario Kart. En die lijkt onwijs op dit level. Je moet even hier doorheen en dan zo. Ja, dan hebben we hier de eerste ster. Jullie zagen het, hè? Het ging super snel, want we zijn vol gas aan het gaan. Maar daar was de eerste ster. We pakken Kat Mario er even bij en dan gaan we lekker hier vanaf glijden. Dit is super vet gedaan. Dit is echt heel leuk. Hoppakee. Dan zijn we hier op de helft. Let's go. Rennen we keihard door. En dan moeten we hierin. Hoppa, in dit driehoekje. En dan moet je hier een konijntje pakken. Hatseflatsie. En dan heeft het konijntje ook gewoon even een sterretje voor je. Oh, moeten we hem nog wel even pakken? Niet vergeten. Dan gaan we hier rechtdoor. Dan springen we hier overheen. En dan springen we hier overheen. En dan hoppakee. Moeten we hier naar boven. En dan hebben we hier de stempel. En de laatste ster, die is best ingewikkeld. Die moet je namelijk hier naar beneden glijden. En dan hier springen. En dan moet je zo. Moet je zo met Kat Mario lekker daarop. Misschien kan je ook wel zonder Kat Mario erop. Maar je moet in ieder geval daarop springen. Echt super leuk hoor. Muziek. Die muziek is echt zo cool. Doet me echt, geeft me echt die retro vibes gewoon. Woehoe! En jump, let's go. In de kattenpaal. En er staan de drie elfjes voor jou daar te celebraten. Altijd gezellig. Als je dan hier door de buis gaat, dan ga je ergens naartoe waar je een uppie kan vinden. Dus wij gaan gewoon terug. Zo, en dan gaan we nu heel snel verder met het volgende level, waar we dus de dingen nog niet hebben gehaald. Wereld 3.7, de wisselwatervallen. Oké, dat klinkt wel echt spannend. Ja, dat zijn met deze platformpiece. Lekker dan. Deze zijn echt heel irritant. Dan moet je even geduld hebben tot de elektriciteit weg is. Kunnen we hier omhoog? Ja. Nou, nee, misschien toch niet. Oké, waar gaan we dingen vinden? Kijk, deze elfjes, die helpen je altijd. Daarboven zien we een Mario staan. De vlag is daaronder. En ik zie op dit moment eigenlijk nog geen sterren of zo. Dus even kijken. Oh ja, dit is even een testie, zodat je weet hoe die schakelaars werken. Oké, ik heb zo'n voorgevoel dat we even daar naartoe moeten gaan zwemmen. Oké, let's go. Go, 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 go. Oh, en terug, 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 terug. Ik baal een beetje dat ik nog helemaal geen sterretjes heb gevonden. Die zullen dan wel hier ergens moeten zitten. Zoiets. Oh, daar eentje. Wat was dit voor sprong, Luigi? Oké, kijken of we nu een beter jumpje kunnen doen, hoor. Oké, juist. Oké, ik denk dat we hier de middelste moeten pakken. Ja, dan moeten we een beetje mee zo. Ja, top.
Dan is daaronder zeker een ster. Ergens is hier een ster, jongens. Ja, daar was die ster. Dit wil je ook gewoon in één keer goed doen. Even kijken of hier weer een bloemetje in zit. Nee, hier zit geen bloemetje in. Dat is jammer. Ik had het bloemetje op zich wel goed kunnen gebruiken. Dus even kijken hoe we dit gaan doen. Zo, zo. Dan gaan we hier doorheen. Ja, misschien dat we nu een vuurbloem gaan krijgen. Ik denk het wel, ik denk het wel. Oh, tenminste als we op tijd zijn. Ja, vuurbloem, lekker. En dan moeten we hier dus door de waterval in. Ah, ja, ik ben mijn vuurbloem alweer kwijt. Ik zie helemaal niks, jongens. Ah! Ah, ja, dag. Wat is dit nou? Ik voel me belazerd. Oké, nu gaan we recht naar beneden springen. Juist, en dan komen we nu hier terecht. Dit ziet er goed uit, denk ik. Oké. Oh, ik zie daar een ster trouwens. Ik zag links in beeld een ster. Oh, oh. Oh, gaan we zo doen. Ja, gaan we zo doen. Oké. Ik moet nu denk ik springen. Hey, nee joh. Hoe ga ik die ster daar pakken, jongens? Ik heb geen flauw idee hoor. Oh, wacht. Ik kan omhoog. Oh, oké. Ik kan zo omhoog. Ja. Ah, kijk, 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 kijk. We kunnen gewoon omhoog. Heb ik nou een ster gemist? Nee, joh. Dat accepteer ik niet. En welke moet ik hebben? Moet ik deze hebben? Want ik zag nog een stempel hier. Ja, oké. Ik heb sowieso een ster gemist achter een waterval of zo. Let's go, Luigi. Moeten we nou nog op zoek naar die tweede ster? Nee. Oh, wacht eens even. Daaronder, denk ik. Ah, ja, kijk, daaronder... Als je goed kijkt, dan zie je dat het spoor van dat ding nog doorloopt. Oh, die zit dan ook wel sick goed verstopt, hoor. Dan moeten we, denk ik, zo. En dan moet ik bukken, hè? Ja, kijk, hier is die. Nice. Oh, deze zat wel goed verstopt. Ga even wat power-upjes scoren bij Toad, hopelijk. De vorige keer ben ik voor het kleine cadeautje gedaan. Dan gaan we nu voor de grote. Ja, hoor. Het is wel echt lekker, dit. Daar gaan we weer, jongen. Op Bowser's treintje. Het is wel grappig dat de kastelen in deze game gewoon treintjes zijn. Kom op, Luigi. Kom op, Luigi. Snel, snel, snel. De eerste ster moeten we pakken. Lekker, jongen. Oké, zullen we deze power-up pakken? We gaan even Tanuki, Luigi. Yo. Yo, oké. Ik wou dit dus opspringen. Dat lukte niet. Ja, ik heb de ster te pakken. Ik ben wel nu kleine Luigi. Ik ga eens even mijn vuurbloempje scoren. Oké, waar moeten we nu naartoe? Oké. We hebben nu mega big ass Luigi. Oh, ik heb de... Oh nee, ik heb de buis kapot gemaakt. Dat was sowieso niet de bedoeling, denk ik. Yo, fire bro, broski. What up, man? Hier is de stempel in ieder geval. Ja, dit is dan toch jammer. Dit is jammer. Ik denk dat ik die buis heb moeten pakken voor de derde ster. Yo, what up? Oh, je gaat spoorzoekertje spelen. Dan moeten we degene met het roze sterretje pakken. Dat is deze. En waar komt die nu terecht? Hier links. Latseflatsi. En waar kom je nu terecht? Hier zo. Latseflatsi. Easy. Lekker. Nee, hier inderdaad ook weer geen ster. Dat is jammer. Maar wel de blauwe vee. Ja, was een beetje onhandig van Luigi. Maar ja, Luigi is ook wel de onhandige broer van Mario natuurlijk. Daardoor sloopt hij net die groene buis. Dus we moeten nu nog wel even die groene buis gaan fixen. Om die derde ster te pakken. Oké, daar hebben we de grote Billy Bob's weer. Yo, what up Billy Bob? Wil je voor mij even al deze dingen kapot maken? Maar niet die buis. Oh! Ga maar in de buis. Snel, snel, snel. Ik weet niet of ik snel genoeg in die buis ging of dat we terug moeten. Ik denk dat dit het wel is. Yo, Toadbasie. Yo, what up, man. Ah, en dan heeft hij hem gewoon voor ons. Aha, ik dacht dat hij misschien hierin zou zitten, maar Toadje die heeft hem gewoon. Nou, top. Helemaal top, Toad. Dan ga ik zo weer even door. Als deze gast... Stop! Zo, en dan hebben we die derde ster ook in de pocket. Nice! En als het goed is, was wereld 3B hier zo. Dacht ik. Dat was deze namelijk. Ja, het is het carnaval festival van Bowser. Het hof van Histocrat. Let's go. Waar gaan we naartoe? Wat is dit? Sowieso een boss battle. Wat was hier aan de hand? Oh ja, kijk hem. Ik weet niet wat het is. Het lijkt op een salamander. A.k.a. Malassander. En die gooit van die bordjes omhoog. Dan kan je dan hierop staan. En dan, ja, dan red ik dat net niet. Dan moet ik even deze kattenbel pakken. Kunnen we wel hier naartoe? Of niet? Oké, hoe ga ik dit goed doen? Let's go, Luigi, kom op nou. Kom op, doe je best eens even. Oké, even nog een reserve kattenbel pakken. Ja, top. En dan zo, bam, op z'n bakkeroni. Lekker. Wee!
We gaan even rennen, jongens. We gaan even rennen voor zijn verschrikkelijke rotsblokken. Go, 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 go. Kattenbelletje. Kan ik hierop klimmen? Op zijn snuiter? Ja, zeker. En dan... Nice. Oké, nog één klap, denk ik. Kan ik hierin? Nee, weet je wat? Ik ga wel via deze. Ik ga wel via deze, dude. Go, 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 go. Oh, hij is weg. Hij is weg. Hij is er weer. Pak hem. Ja! Later. Oh, hier was één ster. Die krijg je dan natuurlijk als je de baas hebt verslagen. Hoppakadosie. In de buis. Let's go, Luigie. Goed gedaan, jongen. Dit ging best wel chill eigenlijk, deze baas. Go, 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 go. Kijk, en hebben we deze ook weer gefixt. Lekker. 79 sterren in totaal. Dat is, als het goed is, het maximale wat je tot nu toe kan hebben. Laten we het even checken voor de zekerheid. Hier hebben we alles. Hier hebben we alles. En hier hebben we ook alles. En dus is het tijd om naar wereld 4 te gaan. En wereld 4... is een droge vlakte, zo te zien. En hier is de oranje vee verstopt. En deze wereld gaan we in de volgende video's doen. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor die 50.000 abonnees. Dat zou super tof zijn. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!